De PVV in Den Haag loopt verder uit op de PvdA. Dat blijkt uit de tweede peiling van TNS Nipo. Als er nu verkiezingen zouden worden gehouden, krijgt de PVV 9 tot 10 zetels en de PvdA 7. De VVD zakt terug naar 5 tot 6 zetels en de groep De Mos die zou goed zijn voor 2 zetels. Het Koerhuis in Scheveningen zal tijdens de kerntop afgeschermd worden door ondoorzichtige hekken. Tijdens de kerntop verblijven enkele wereldleiders in het Koerhuis Hotel. Het gebied om het gebouw en de boulevard wordt afgegrendeld om de veiligheid van de hotelgasten te garanderen. Het strand blijft wel toegankelijk voor publiek. De omstreden Britse imam Haitham al-Haddad bracht maandagmiddag een bezoekje aan het stadhuis. Een handjevol demonstranten wachten hem voor de ingang op, maar die kregen hem niet te zien. Hij kwam en vertrok via een dienstlift.